Goedenavond allemaal. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Misschien wil iemand nog even een duimpje typen, zodat ik weet dat het geluid in orde is. Horen jullie mij? Zo te zien wel. Kijk, ja, ik zie een duimpje verschijnen. Fijn, hi. Fijn dat ik goed te verstaan ben, dankjewel. De reacties zijn een beetje vertraagd. Daarom duurde het even voordat ik ze zag. Nou, vandaag ga ik voor jullie opnieuw met alcohol ink spelen. Ik hou ervan, het geeft prachtige kleuren en je kunt er verschillende kanten mee op. Vorige keer maakte ik een bloem met jullie. En vandaag wil ik met alcohol lift ink gaan werken om mooie achtergronden te maken. En ik heb alvast twee voorbeeldjes en ik heb mijn materialen hier uitgestald. Ik ga alcohol ink gebruiken, de alcohol lift ink, verschillende stempel inkten. Ik gebruik Stazon en Archival omdat dat goed droogt op Jupo papier. Ik werk liever niet met de Versafine, hoewel dat prachtige stempelinkt is. Maar die droogt heel erg langzaam. Dat kan soms wel dagen duren voordat het droog is en dat smeert zo. Dus die gebruik ik vandaag niet. Ik gebruik wat Posca's. Ik heb nog twee alcoholmarkers die ik wil gaan gebruiken. Nou, en verder zien we het wel tijdens deze live. Ik zet even wat spulletjes opzij, dat ik de ruimte heb, mijn voorbeeldjes opzij. Zodat ik kan beginnen. Zo. Ik trek er even handschoenen bij aan, want ik had gisteren het een en ander uitgeprobeerd en ik had echt de hele handen onder de alcohol inkt zitten. Ik werk liever niet met handschoentjes, maar vandaag leek het me toch wel handig. Zo. Altijd een gedoe die dingen aantrekken. Bril op en ik ga beginnen. Zoals ik al zei, ik gebruik Jupo papier. En ik heb dat alvast voorgesneden. Zo. En ik ga eerst maar eens beginnen met de kleurtjes voor de achtergrond. En als je met alcohol lift ink speelt, dan is het wat handiger om ietsjes donkerder kleuren te nemen. Zodat je de alcohol inkt wat weggaat goed duidelijk kunt zien. Met lichte kleuren zijn die wat minder goed te zien. En ik gebruik blending solution en daar ga ik niet zuinig mee doen. Ik doe gewoon wat op mijn papier. Ik hoop dat het goed te zien is hoeveel ik erop doe. Ja. En ik begin met de eggplant. Dat is een paarsachtige kleur, aubergineachtige kleur. Daarom heet het ook eggplant natuurlijk. En ik wil de stream erbij, wat blauw kleur. En ik doe gewoon willekeurig, want straks gaat het toch door elkaar. Wat groen. Iets meer. Dat vind ik wel mooi als die er goed in uitkomt. En een klein beetje donkerblauw, de denim. De groene kleur is trouwens de meadow. Nou, en dan is het altijd een verrassing wat eruit gaat komen. Ik pak mijn kaart op en ik ga de inkt bewegen. Kijk die kleuren. Prachtig. En ik zorg dat de hele kaart bedekt is. Kijk, het is maar goed dat ik mijn handschoenen aan heb. Vergeet niet te ventileren als je met alcohol inkt bezig bent. Want de dampen zijn niet zo heel erg goed voor je. Even een doekje. En ik ga met mijn heat tool werken. Maar zorg ervoor dat je die altijd goed op afstand
Houd van je joepapapier. Want als je het te heet maakt, dan smelt het papier, want het is plastic. Nou ga ik echt van grote afstand, want de heat tool is heel heet nu. Zo. Mijn lampje aangestoten. Nou. Hij is niet helemaal droog, maar ik was hierop voorbereid. Voordat je de alcohol lift ink gaat gebruiken, moet je echt zorgen dat je alcohol ink droog is. Maar ik heb al wat van tevoren gemaakt, dus deze bewaar ik weer voor een ander keertje. Die leg ik even opzij. En ik had er gisteren al een voorbereid en dat is deze. En, nou, ik heb dezelfde kleuren gebruikt. Je ziet wel, dat lijkt aardig op elkaar. En deze is al helemaal droog. Ik doe dat. Alcohol inkt even opzij. En dan gaan we met de lift ink werken. Ik pak mijn stempelplatform. En ik doe een beetje tape op de achterkant van mijn papier. Dubbel. Oh, die rothandschoenen. Ga ze gelijk uitdoen. Zo. Dat werkt makkelijker. En ik werk met de hele mooie stempel van Carabel Studio van Birgit Koopsen en hij heet Stained Glass Flowers. En ik vind die bloemen prachtig hoe ze uitkomen als print. En nu snap je misschien ook gelijk waarom ik het kaartje vast heb geplakt met washi tape. Want ik kan geen magneetjes gebruiken omdat de stempel het hele platform bedekt. Zo. Je moet altijd kijken dat je rubber bovenaan hebt staan wanneer je een rubber stempel gebruikt. En aan de andere kant staat clear als je een clear stamp gebruikt. En ik ga mijn stempel beinkten met lift ink. En dat doe ik echt wel een aantal keren. Dat is niet te zien op het beeld, zie ik. Zo. Echt wel even een poosje dat er echt voldoende lift ink op mijn stempel zit. Zo. Ik denk dat dat wel genoeg is. En dan ga ik hem goed aandrukken. Ik ga er even bij staan. Dat ik goed gewicht kan leggen op de stempel. Ondertussen pak ik ook alvast een stukje aquarelpapier, want daarmee ga ik straks de ghost print maken. Die leg ik alvast opzij. Nou, ik ben benieuwd. Ach, hij is toch vastgeplakt. Nou, maakt niet uit. Ik hoef hem vast niet nog een keertje te doen. Zo. Dan zie je al heel licht de stempel en dat wordt straks nog mooier. Maar eerst ga ik gebruik maken van de inkt die nog op de stempel zit. Ik leg het kaartje aquarelpapier op ongeveer dezelfde plaats als het joepapier. En dan ga ik proberen een mooie afdruk te maken, want het is zonde om die inkt op je stempel te laten zitten. En niet te gebruiken. Dan heb je twee kaartjes voor de prijs van één.
Zie, nou heb ik de afdruk gemaakt en de kleuren die die van de alcoholinkt heeft afgehaald, die zitten nu hier op mijn aquarelpapier. En dit is ook een mooie gelegenheid om eens even te laten zien wat het verschil in papier doet. Ik heb nu de Lift Ink Ghostprint op aquarelpapier gedaan, maar ik heb al vaker deze week gespeeld met deze stempel en de Lift Ink. En deze afdrukken zijn gemaakt op Jupo papier. En dan kun je wel zien dat Jupo dan de inkt toch wel mooier opneemt dan het aquarelpapier. Daar trekt het meer in, dus dat is veel minder duidelijk. Dus een ghostprint met alcoholinkt kun je het beste ook op Jupo papier maken. Hoewel ik vast nog wel raad ga weten met deze achtergrond. Oh, mijn papiertje valt. Die weer even aan de kant. Dan maak ik mijn stempel even schoon. Een beetje alcohol eroverheen. Alcoholinkt te verwijderen. Zo, drogen. Hopla. Misschien denk je, waarom heb ik mijn werkplek helemaal afgeplakt? Maar ik werk met de glasmat van Tim Holtz. En als ik daar een lampje op schijn, dan spiegelt dat zo. En dat lijkt me heel irritant kijken voor jullie. Vandaar dat ik hem even heb afgeplakt. Stempel aan de kant. Nou, dan ga ik verder met de Lift Ink achtergrond. Ik pak een stukje keukenpapier. En eerst zorg ik dat ik het eventuele teveel aan inkt even opneem. Zo, en dan pak ik een stukje schoon papier en dan ga ik heel licht opwrijven. En dan zul je zien dat de afdruk, pak ik weer een schoon stukje, heel duidelijk tevoorschijn gaat komen. En elke keer pak ik een nieuw stukje, omdat er toch wat inkt afkomt door die Lift Ink. Kijk, dat wordt wel een beetje vies. En ik wil niet dat dat dan weer in die print gaat zitten. Dus pak ik elke keer een ander stukje. Nou heb ik de meeste inkt er wel af, dus ga ik nog even één keer eroverheen. Kijk, zo is die al mooi duidelijk. Heel tof deze stempel. Echt een mooie achtergrond. Goed, die leg ik even aan de kant. En dan wil ik de bloemen nog een keer gebruiken. Ik heb de stempel nog een keertje op een achtergrond gedaan met oranje en geel. En dat doe ik eigenlijk op dezelfde manier. Ik zal het even op een klein stukje doen. Op dezelfde manier als ik de andere achtergrond heb gemaakt. Dus ik ga weer wat blending solution eroverheen doen. En ik wil geel en oranje gaan gebruiken en een klein beetje latten. Geel heet de Dandelion en de oranje is de Sunset Orange. Ga ik toch vieze handen krijgen? Nou ja, maak ik wel weer met alcohol schoon. Die doe ik als eerste mengen. Ik doe de latten er nog niet bij, omdat als ik die nu al doe en ik ga de inkt verplaatsen, dan krijg ik hele lelijke, beetje blauwige vlekken op het papier en daar hou ik niet van. Maar ik wil wel een klein beetje bruinig erin. Die
kan ik wel een klein beetje verplaatsen. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je dat blauwe, heel bijzonder, dat bruin dan blauwe vlekken geeft, maar dat is dan de kleur die er toch in zit. Even het overtollige inkt weg. En dan ga ik weer even drogen. Even weer herrie maken. Als ik hem zo nat opzij leg, dan heb ik mijn hele werkplek straks onder de inkt. Zo. Nou ja, ook deze moet eerst drogen voordat je stempelt. En stempelen doe ik dan met de Stazon. En ik heb weer mijn stempelplatform gepakt en de stempel met Stazon beïnkt. En op de oranje achtergrond gestempeld. En die heb ik voorbereid, dus ik ga gewoon deze gebruiken. Hebben jullie in ieder geval gezien hoe ik... met geel en oranje werk. Deze gaat ook weer even opzij. Zo. En deze bloem, die wil ik gaan verwerken hier op deze achtergrond, zodat die mooi naar voren komt. Dus die moet ik gaan uitknippen. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog heel eventjes met een marker gaan werken. Met een alcoholmarker van Spectre Noir. De Illustrator, die verkoopt Hella ook. Maar die gaat eruit, dus hij staat niet meer op de website, maar ze liggen nog wel in de winkel. En ik wil een paar mooie accenten gaan maken. Ik gebruik een hele bloem. Die ik hier opplak. En een halve bloem. Dus ik ga deze twee ga ik gebruiken. Ja. Zo. En ik wil net eventjes wat meer contrast. Het lijkt net alsof je dat niet ziet, maar straks zul je het verschil wel zien. En ook een alcoholmarker duwt de alcoholinkt op het joepapier een beetje opzij. Als er vragen zijn, dan typ ze maar mooi. Hè? En dan kan ik af en toe. Ik ben wel heel erg geconcentreerd, maar af en toe kijk ik even op het scherm of er vragen zijn. Ik ga er nog een keer overheen, zodat een beetje bruinig, oranjige kleur goed te zien is. Zo. Dan deze. Je zou dit natuurlijk ook gewoon met Posca's kunnen inkleuren. Maar ik vind dat subtiele net even wat mooier. En dan nog stukjes in het hart. Deze ook. Een alcoholmarker heeft trouwens twee punten. Ook nog een gewone stiftpunt. Maar ik vind die brushpunt wel fijn werken. Zo. Ik zal even tempo maken. Jullie hoeven niet een uur te kijken naar hoe ik zo'n stempel inkleur. En dan kun je met een precisieschaartje mooi de stempel uitknippen.
En de rest, de bloemen die ik niet heb gebruikt, die bewaar ik gewoon voor een volgende keer. Die kan ik vast nog wel ergens op een kaartje verwerken. Ik weet nog niet op welke plek ik hem zal doen. Zie ik straks wel. Was trouwens tof dat jullie de vorige keer zo ontzettend veel bloemen hebben laten zien. Het was echt leuk om te zien hoe iedereen daarmee bezig was met dat wegblazen van de inkt. Dus ik ben ook benieuwd of er de komende tijd ook weer creaties komen met alcohol lift ink. Ik hoop het wel. Vind ik echt leuk om te zien hoe iedereen daarmee bezig is en probeert de technieken toe te passen. Nou, normaal ben ik iets preciezer met knippen, maar voor nu moet het maar even zo. Zo. Nu even aan de kant. Zo. Nou, ik wil de achtergrond niet zo houden. Ik wil hem nog op een bijzondere manier verwerken. Dus pak ik even mijn snijmachientje erbij van Fasen. En ga ik hem een stukje eraf snijden. Aan de ene kant 3 centimeter en aan de andere kant 3 centimeter. Dan ga ik hem ietsje speelser straks opplakken dan alleen maar gewoon zo recht toe recht aan kaartje. Je moet natuurlijk wel kijken dat je de stukjes op de goede manier plaatst. Nou, ik vind het wel leuk om te zien dat zo'n bloem dan half op het ene stukje en half op het andere. Dus die ga ik wat hoger plaatsen en dan komt deze hiernaast. En het teveel, dat knip ik straks wel af. Dus die ga ik eerst opplakken. De Tombow Mono Glue, die Multi Glue, die is, vind ik heel fijn om allerlei materialen mee te plakken. En hij heeft een fijne tip en ook een hele brede tip, die ik trouwens nooit gebruik. Maar hij plakt heel goed, maar je kunt ook nog de eerste paar seconden je werkje een beetje verplaatsen voordat hij echt vastplakt. Daarna zit het muurvast. Nou, Joepen papier is natuurlijk heel glad, dus dat duurt even voordat dat echt hecht. Zo. Nou, zie je, daar gaat hij al schuiven. Te veel een lijn weg. Ik had natuurlijk beter eerst lijm alleen op de ene helft kunnen doen, maar voilà. Zo. En die plak ik daarop. Nou, dat droogt wel. Deze. Kijk hoe mooi die bloem nu uitkomt. Echt een contrast met die blauwige kleuren, blauwgroene kleuren en dan dat geel erop. Laten we nog even drogen voordat ik hem afknip. Zo. Nou ja, zo is hij natuurlijk nog niet af, want een bloem heeft ook een steeltje.
En dat heb ik al een beetje voorbereid. Ik heb de stempel gebruikt van Darkroom Door, de Beautiful Blooms. En daar heb ik de steeltjes gestempeld, deze en die, op Jupa-papier. En die heb ik gekleurd met de citrus en de meadow. Maar het lijkt me niet nodig om dat te laten zien, want het is eigenlijk precies dezelfde techniek als ik net heb laten zien. En dan kan ik zo verder werken. En ik heb met een zwarte Posca heb ik de omlijning gedaan, zodat het ietsjes beter uitkomt. Dus die ga ik uitknippen. Net even buiten het zwarte lijntje. Je kunt natuurlijk ook gewoon met de hand, met een Posca, een steeltje en bloemblaadjes tekenen. Dat gaat net zo goed. En die stempel, oh ja, je papier kun je dus niet lostrekken. Dan moet je echt even goed losknippen. Die steeltjes heb ik trouwens gestempeld met de archival, de peeled paint. Jullie trouwens ook zo genoten van de live van Chantal afgelopen weekend? Dat is ook prachtig op Jupo-papier. Maar dan met de distressoxides. Zo. Ik denk dat ik die daar doe. Of daar. Ik weet nog niet. In ieder geval moet er even een stukje af. Anders past het niet onder de bloem. En dan deze. Moet je nog terugkijken, Greetje? Ja, zou ik zeker doen, want dat was echt een prachtige creatie die Chantal gemaakt heeft. Dat is ook leuk om weer eens wat anders te gebruiken met oxides. Dan, oh, was niet helemaal los. Dan aquarelpapier. Maar dat droog is nog wel een dingetje met dat Jupo-papier. Laatste stukje. Nou, eens even kijken. Zo. En zo. Of. Zo. En zo. Wat vinden jullie? Ik denk dat ik hem andersom doe. Ik denk dat ik hem zo het mooiste vind. Ga ik vastplakken. Weten jullie trouwens dat er een superleuke challenge weer gaat starten? Ik mag er nog niets over zeggen, maar ik kan hem natuurlijk wel aankondigen. Of ga ik nou mijn boekje te buiten, Hella? We kunnen weer mooie inzendingen doen. Net als de Valentijns Challenge in februari. Maar ik zeg nog niet wat het thema gaat worden.
Zo, die er tegenaan. Even precies aan laten sluiten. Deze. Fijn dat het mag, Ella. Het was toch al te laat geweest als je het niet goed had gevonden. Zo. Oh, ik heb me toch kleefhanden van die lijm. Hopla. Plaatje eraf. De bloem zal inmiddels ook al vastzitten. Kijk. Overtollige lijm weg. Zo. Nou, zo lijkt het al wat. Sorry voor de gebonk. Nou, ik wil hem nog verder afwerken, maar ik ga hem eerst eventjes op een dubbel kaartje plakken, zodat hij goed vast zit. Ik heb gewoon een standaard kaartje. En dan ga ik dat eerst maar eens even uitlijnen. Normaal knip ik mijn papier altijd 10 keer 14,5. Maar deze heb ik ietsjes kleiner gemaakt, omdat ik ruimte ertussen heb. Maar ik moet even kijken of die wel uitkomt zo. Ik denk dat ik er nog een stukje afsnij. Zie, hij is nog iets te groot. Dus ik ga nog een klein stukje van deze kant en de onderkant afsnijden. Zodat die mooi uitkomt. Doe ik even buiten beeld. Van de onderkant en van de bovenkant. Zo is beter. Vastplakken. Oh, plakhanden. Zo, nou, ik wil hem nog verder afwerken. Ik wilde nog een leuke bijenstempel op. En daarvoor heb ik ook weer een stukje joepapier gekleurd met de gele en de oranje. Wat ik net heb laten zien hier met deze, die inmiddels wel droog is. En ik heb de bijenstempel, de Bumblebee van Indigo Blue, heb ik gebruikt en gestempeld met Archival Black Soot.
En die ga ik ook weer uitknippen. Oh ja, en ik heb die vleugels. Dat is misschien wel leuk. Ik wil de vleugels wat doorzichtiger hebben. En daarvoor heb ik de blender pen van de alcoholmarkers gebruikt. Met de fijne tip. En heb ik tussen die draadjes van de vleugels, dat netwerk, heb ik de inkt een beetje weggehaald. Zodat dat wat lichter wordt dan de rest van de stempel. Hi Petra, fijn dat je er ook bent. Dat je nog even meekijkt. Ik knip niet helemaal precies. Een klein geel randje eromheen vind ik niet zo'n probleem. Dat is bijna niet te doen met deze stempel, met die fijne details. Normaal gesproken stempel ik zo'n stempel met fijne details eerst op het papier en daarna op nog een stukje aquarelpapier om hem te kleuren en dan knip ik hem wel precies uit. Want dat hele zwarte dat zie je dan op het papier nog wel weer terug. Maar met alcoholinkt werkt dat niet, want die gaat natuurlijk overal onder en tussen zitten. Dus moeten we het maar even zo doen. Die inkt blijft nog wel wat langer nat. Dus zorg ervoor dat als je gestempeld hebt op Joepo, dat je het dan eerst echt heel goed laat drogen. Want anders vlekt het weer en dan krijg je allemaal zwarte strepen op je inkt. Dat zou jammer zijn. Vandaar dat ik dit ook voorbewerkt heb. Zodat ik gelijk kan gaan knippen. Dan geef nog een beetje af, zie je dat? Ik heb het gisteren gemaakt. Zo. Nou, die gaan we ook opplakken. En dan het enige wat nog mist is tekst. En ik heb heel leuk van Carlijn Design de zonnige teksten. En dat heeft allemaal met lente en zon en zomer en Pasen, chocolade-eitjes, zonnestraaltje enzovoort. Die heb ik gebruikt voor de teksten. En heb ik alvast wat gemaakt. Ik ga ervan uit dat jullie vast wel weten hoe je moet stempelen. Ook op Joepo-papier en dan weer met de Stazon, de Black Soot. Of Stazon, sorry, Archival, de Black Soot. En verschillende mogelijkheden. Jij bent een zonnestraaltje van een bijtje. Ik heb lentegroetjes gemaakt. Jij bent de liefste. En er is ook een liedje. Jij bent de zon, jij bent de zee. Die heb ik ook even gestempeld om even te laten zien wat een leuke mogelijkheden je hebt. Hi Hanny, fijn dat je er ook bent. Ik ben benieuwd, welke zal ik opplakken? Jullie mogen het typen. Welke van de teksten zal ik gebruiken? Kijken of er nog reacties komen. We kunnen deze doen. Hier. Het nadeel van deze vond ik wel, op zich is die heel breed, maar het kan zo wel. We kunnen doen. Lentegroetjes. Jij bent de liefste. Lentegroetjes, Dorine. Zonnestraaltjes. Oh, er zijn meer mensen die zonnestraalt. Oké, ga ik die doen. Doe ik die weer terug in mijn bakje. Ga ik later nog een keer gebruiken. Die z, die is natuurlijk niet zo op de stempel. Dus wat ik gedaan heb,
is de stempel aan het begin beinkten en dan een stukje washi tape hier overheen en dan gewoon de Z alleen gestempeld. En ik heb hier de Z van gebruikt en ook de kleine Z van zon. En dan moet je washi tape weer weghalen, dan beinkt je weer, doe je er weer de washi tape eroverheen en dan de volgende Z. En je bent er even mee bezig, maar het is wel een leuk effect. Ja, allemaal zonnestraaltjes. Zo. Die erboven. Wel recht plakken, hè? Moet je even te veel aan lijm weg. Maar dat gaat heel makkelijk met joepen papier. Dat wrijf je zo weg. En het vlekt niet. Ideaal. Nou, moet even drogen. Het verschuift nog snel. De bij erop. Nou, en dan vind ik het leuk om de bij wel gewoon helemaal eroverheen te plakken. Dus niet door midden te doen. Volgens mij ben ik het pootje vergeten te lijm op te doen. Zo. Nou, dat is mijn kaart geworden. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Dat jullie weer wat geleerd hebben van deze live. Met alcohol lift ink werken is echt super gaaf. Maar vergeet niet dat het beter uitkomt als je dan ietsjes donkere kleuren gebruikt. En niet van die hele lichte kleuren. En ik ben echt heel benieuwd wat jullie weer gaan laten zien in de groep. Of jullie ook met lift ink gaan werken. Dus van Ranger. En natuurlijk te bestellen bij Leuke Stempels. En let op, zondag komt er weer een aankondiging van een nieuwe uitdaging, een nieuwe challenge. En nou, doe vooral mee. En misschien kun je deze techniek wel gaan gebruiken bij de nieuwe challenge. Zondag dus. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga de video afsluiten. En ik ben benieuwd naar jullie reacties. Fijne avond allemaal.